Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kleine John en ik ben niet alleen. Ik heb vandaag mijn neefjes meegenomen. Hier zijn we met Johannes, Matthias, Lucas, Marius. Wat is jouw naam? 3, 2, 1. Wat is jouw naam, Jacob? Zeg Jacob. Ja. Ja, we zijn ook met Jacob, jongens. Of hij aanwezig is in de video, dat weet ik niet. Jacob. Zoals je ziet, hij is een beetje chaos aan het zetten. Hey! Oké, dag Jacob. Oké, jongens, ik heb leuk nieuws. Ik heb een leuke vraag voor jullie. Voor de mensen die me volgen op socials, weten dat mijn neefjes een aantal keer zijn gekomen op Snapchat en Insta Stories. En mensen zeiden dat ik een video moest maken met hun. Hier is die dan. Er zijn heel veel vragen voor jullie. Laten we beginnen met de vragen. De eerste vraag, ja. Wat is het ergste wat jullie ooit hebben gedaan? Maar oh, voor, mensen weten niet hoe oud jullie zijn. Dus we gaan beginnen met de leeftijden. 7, 8, 10 en 11. Dit zijn de leeftijden. Wat is het ergste wat jullie hebben gedaan? Dus hoe doe je? Wij gaan met z'n allen samen. Ja. Oké, dan denk ik dat ik weet. Wat is het? In de nacht gamen. Ja, dat had ik ook. Wat? Dus jullie gingen in de nacht gamen? Met z'n vieren. Met z'n vieren? Je weet wat. Hoe ging dat, zeg maar? En... Kijk, zeg maar. Nee, kijk. We zaten zo in de kamer. Ik zeg, hey boys, zullen we gamen? Iedereen zegt, ja. Gingen we even naar onze kamer. Ja, pakken. Even zitten, dan ga ik gewoon even rustig. Maar, en mama en papa sliepen? Ze waren beneden, maar ze kijken altijd een film. Maar ze zitten niet helemaal zacht. Dat ze ons kunnen horen, want ze zeggen het wel altijd een beetje hard, hè? Dus jullie waren niet betrapt? Nou, wel. Wel? Nou, maar dat is ze zag niet. Kijk, ze zag die controller opeens op mijn bed, snap je? Oh. Wat heb je gedaan? En wel, hoe laat? Maar die van ons wisten toch hoe laat? Die van ons wisten toch niet? 2 uur 's nachts? 2 uur 's nachts? Was jij ook wakker? Ja, iedereen was wakker. Ja. Maar dit is vorig jaar, toen jij nog 10 was? Ja, nee. Ja, ik was nog 9 zelfs. Dat is echt lang geleden. Hij was 7. Dus jij was 5. Wow. Heftig, jongens. We gaan naar de volgende video. Zouden jullie een zusje willen? Ja! Ja? Ja. We hebben alleen maar jongens. Ja, 5 jongens. Jullie dat ook leuk is, maar alleen ik wil een zusje. Ja. Oké, is goed. Oké. Een zusje. Wat vinden jullie leuk aan John? Dat je lief bent. Ik ben lief. En dat je vaak met onze kind. Ja. En dat je ons vaak laat lachen. Dat je ons vaak laat lachen, ja. Ja. Hey, leuk jongens, jullie boosten mijn ego. Oké, we gaan door. Wat is jullie favoriete game? Geen voor FIFA. FIFA. Volgens mij die niet die nieuwe Sonic, maar die is weer of Sonic. Oh ja, Sonic. Ja, Sonic, FIFA. Iedereen zijn eigen. Wat is jouw favoriete? Ik weet niet hoe het heet, maar ik had zo'n nieuw spel. Asplet. Ja. Van jou? Sonic Weerwolf. Fortnite. Lekker jongens. Oké. Welke nummer vinden jullie van John het leukste? Skiski. Ja? Balance. Ik verskies. Selafie. Oké, Selafie. Jij zegt balance, jij zegt skuskus. Oké. Wie van jullie fixt de meeste meiden? Nee. Hij redt weg. Kom terug, jongen. Ja, maar. Maar hij is een van de jongste. Hoe fixt hij de meeste meiden? Dus hij gaat naar mijn groep. Iedereen zegt, oh wat ben je schattig en zo. En dan heeft hij ook zijn eigen vriendinnetjes van zijn eigen klas. Maar jij zit in groep 8 en hij zit in groep? 4. Dus je gaat 4 groepen hoger dan die chickies? Soms. Maar meestal bij zijn eigen klas. Nog een vraag over dames. Jongens, jullie vragen veel dingen over dames. Het zijn jonge jongens, maar maakt niet uit. Hebben jullie ooit een vriendinnetje gehad? Ja. Heb jij ooit een vriendinnetje? Ja? Nee. Heb jij er nog één? Ja. Ik heb er al eentje. Dat is het gewoon. En jij? Weet je het, heb je ook nog vriendinnetjes? Ja! Oh, hij doet wat is er? Wie is de sterkste? Matthias. Deze guy. Jij bent de sterkste. Ja. Maar hij is de sterkste. En jij bent de oudste? Nee. Kijk, nu ben ik sterk. Maar als je kijkt gewoon naar de leeftijd. Als we allemaal team. Als je op je zou drukken, wie zou winnen? Ik wel. Op dit moment ik. Maar stel we allemaal. Maar is het zeker? Of? Ik weet het. We gaan armpje drukken. Oké, ik tel af, ja? Wie denk jij dat gaat winnen? Matthias? Ja. 3, 2, 1, go. Oké, nu andere arm. Maar daar ben ik slecht in, maar is goed. 3, 2, 1. Oh, spannend. Oké, jammer. Goed gedaan, allebei. Je zijn allebei heel sterk. Wie eet het meeste? Ik. Jij? Nou, nee. Hij eet heel snel. Hij eet veel meer vet. Wat? Dat kan
Dus Marcus eet het meeste? Ja. Wat eet je het liefst? Op dit moment wel. McDonald's? Nee, KFC bro. Oké. Lekker. Wat willen jullie laten worden? We gaan beginnen bij Johannes. Professor. Ja. Professor. Ook professor. Professor. Veel professors. Ja. Professor Matthews. Wetenschapper. Dokter. Oké, jongens, veel professors en dokters. Oké, leuke antwoorden man. En wetenschapper. Wie is jullie favoriete voetballer? Hebben jullie samen eens of iedereen eigen? En Mbappé. Jij hebt je eigen, wie dan? Zier. Alfonso Davies. Davies. Wie is jouw favoriete voetballer? Kylian Mbappé. Oké, voor jou? Oké, Mbappé. Twee Mbappé's hier. Wat is jullie hobby? Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Dat zijn jij. Gamen en dat andere. Gamen en sporten toch? Jawel. Ja. Gamen en spellingen toch? En begrijp het niet. Ga niet doen dat hij thuis was studeert. Hij was helemaal aan het gamen. Maar ik ben wel slim. Gamen en voetbal. Je bent wel slim, ja. Wat zouden jullie samen doen met 1 miljoen? Oké, ik ben benieuwd wat jij gaat zeggen. Je weet, smartwatch. Ja. Is dat Samsung Watch? Je krijgt 1 miljoen, je koopt Samsung Watch. Dan moet ik dan pila. Ja toch. Wat is jullie angst dat ik ooit zou doen bij jullie? Hartaanval. Dat je me een hartaanval gaat geven vanwege dat jij ons altijd laat schrikken. Oké, jongens, hier komt een filmpje van vroeger dat ik helemaal niet schrikken. Ja, dat waren mooie tijden. Jij was er ook bij, hij liet zijn broodje vallen, alles. Ja. Oké, hoe gaat het op school bij jullie? Goed. Zeker goed. Mooi. Jij gaat VWO doen misschien? Mm-hmm. Waarschijnlijk wel. Hij heeft voor zijn CITO ook VWO gehad. Van mijn tempo onderzoek. Goed zo. Gaan jullie ook VWO doen met jullie oudere broer? Ja. Nee, ik ga veel hoger dan VWO. Wat ga je dan? Gymnasium. Dat is zo goed. Jij ook? Ja, ik ga gymnasium. Jij ook? Ja, nog hoger. Nog hoger? Ja. Hoger dan gymnasium? Ja. Wat dan? Hoger middelbaar. Ja. Nee, ik ga ook naar gymnasium. Ja. Kijk, er lachen, hij weet niet wat hij zegt. We gaan nu een algemene kennisvragen doen. Dit zijn de teams. Zijn jullie ready? Ja. Hebben jullie een team naam? Ja, wij zijn de winners. En jullie? De twee M's. De twee M's. De M's. Wij zijn de M&M's. Hoeveel dagen? Zit er in de week? Hij was eerder. Maar hij slaat er al. Maar kijk, dat kan toch niet? Hij is nog wel echt eerder. Is goed. Noem 3 landen in Afrika. Gambia, Ethiopië, Eritrea. Nee. Hoeveel dagen heeft een jaar? 365, met schrikkeljaar 366. Ojo! Hoeveel zijdes heeft een dobbelsteen? Weet je van zijdes? Oh, hij heeft hem goed. Hoe heet de vriend van... No, hij was niet schrik. Ja, was eerder. Zeg maar. Hoe heet de vriend van? Ik mag hem niet afmaken. Hoe heet de vriend van? Dit is zo'n makkelijke vraag, jullie moesten gewoon wachten. Hoe heet de vriend? 3, 2, 1. Oscar. Nee. Hoe heet de vriend van Barbie? Barbie Pop. Hoe heet de vriend van Barbie Pop? Ken. Ken. Ik ken hem niet. Ik ben geen Barbie. Oh ja. Ik dacht jullie dat wisten. Ja. Ik ken geen Barbie. Oh, dat is goed dat jullie geen Barbie kijken. Natuurlijk. Maar we krijgen wel een punt omdat jij als eerste tikte. In welke maand begint hij? Ik weet het. Herfst. Nee. Samen als antwoord. Ze moeten als team antwoord geven. Mij toch? 3, 2, 1. Oktober is ook fout. Nee, maar ik heb het. Oh ja, jullie krijgen een puntje om het te maken. Maar het is september, ja. Wat is de kleinste euromunt? Ik weet het, 1 cent. Ja. 4-3, spannend hoor. Waarvoor staat de afkorting OV? Wat dan? Hij was serieus. Nee. Denk goed na. OV, weet je waar ze OV gebruiken? Nee. Oh ja, dan is... Ja. Weet jij wel? Dat is OV. OV, openbaar vervoer. In welke maand begint lente? Oké, jullie mogen tegelijk het antwoord geven. 3, 2, 1. Mei. Wat zei je niks? Wat? Nee. Wat? Allebei fout. Staat maart. Hoeveel dagen heeft de maand? Wauw, ja, niet 29. Nee! 28, 30 of 31? Jullie moeten nu één antwoord geven. 3, 2, 1. 31. Oh, ja, echt goed! Het was hoeveel dagen heeft de maand? Augustus. Hoe worden de dagen zaterdag, zondag samengenoemd? Weet
weekend. Hoe wordt 1000 miljoen genoemd? Hoe wordt miljard? Je hebt een punt. Wat is het? Miljard. Op welke dag, dus wat is de datum van tweede kerstdag? Tweede kerstdag, 26 december. Okay. Wie is de Nederlandse koning? Koning Willem-Alexander.